Waar is dat verhaal van duurzaamheid begonnen voor jou? Voor mij? Toch wel tijdens de opleiding. Dat je begint over materialen te leren en welke materialen er zo lang meegaan. Je ziet soms filmpjes achteraf van, ah ja, als je dat flesje water koopt, dat blijft dan toch nog zoveel tiental jaren op deze aardbol. En dat gaat eigenlijk misschien zelfs helemaal niet weg. Dus dat blijft toch wel meespelen. En zo is dat toch gegroeid. En waar is duurzaamheid voor jou begonnen? Ik kan het me niet herinneren. Het was voor mij een reden om voor de opleiding te kiezen. Maar wanneer dat juist begonnen is, ik weet het niet. Ik heb bijna het gevoel dat ik zo geboren ben of zo. Maar ja, nee. Ik hoop als ontwerper om iets te kunnen veranderen. Iets in gang te zetten, ik weet het niet. Ook op vlak van duurzaamheid.